demonstratie! Tegen onderwijsbezuinigingen, tegen cultuurbezuinigingen, tegen alles waar het gaat om in dit land! Ik ben actief met de studentenprotesten en ik ben ook lid bij Griekenland is overal. Griekenland is overal is eigenlijk een initiatief van verschillende actievoerders vanuit heel het land. Mensen die een soort blok willen vormen tegen de bezuinigingen. Hier is op dit moment het begin van een studentenprotest, georganiseerd door de Amsterdamse Studentenbond, de ASFA. Als het goed is komen er echt heel veel mensen hier. Er zijn ook wat kleinere acties in Utrecht, Wageningen en Nijmegen. De studenten komen op dit moment in verzet tegen de bezuinigingen van het kabinet Rutte. Die de collegegelden omhoog doet met 3000 euro als je 1 jaar langer studeert. De studiefinanciering wil afschaffen voor masters. Dat betekent dat je zou moeten lenen als je je studie wil afmaken. Oftewel jezelf in de schulden steken om überhaupt een studie te kunnen afronden. Dat betekent dat je daarna ook goed betaalde banen zou moeten krijgen om het af te betalen. Dat betekent dat ideeel werk minder snel gedaan zal worden. Dat betekent ook dat heel veel mensen niet zullen gaan studeren. Studeren exclusiever zal worden. Dat betekent ook bovendien dat de universiteiten 3000 euro boete krijgen per jaar extra dat de student studeert. Dat betekent dat de universiteiten op andere terreinen ook eens zullen moeten bezuinigen. In Amsterdam, bij de lokale faculteit, heeft dat er ook voor gezorgd dat door de bezuinigingen die er komen er waarschijnlijk geen werkgroepen meer zijn bij bepaalde studies. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs nog meer achteruit gaat. Dat er nog meer een leerfabriek wordt en nog minder echt om educatie en echt om leren denken. En daar willen we tegen in opstand komen. Niet alleen voor onze eigen rechten, maar ook voor de toekomstige generaties. Want als deze maatregelen er eenmaal door zijn, dan betekent dat ze voor generaties lang vast zullen staan. Het gaat heel veel extra geld kosten om te studeren. Op dit moment zien we al veel meer in verhouding tot tientallen jaren geleden. Dat studenten 1, 2, misschien soms nog meer baantjes moeten doen om überhaupt rond te kunnen komen. Omdat de studiefinanciering die men krijgt al niet genoeg is. En de werkdruk op de universiteit enorm hoog is, terwijl er heel weinig persoonlijke aandacht is. Je zit in collegezalen van 200-300 mensen, je hoeft alleen maar stof op te nemen en testen te halen, zonder dat je echt zelf ligt na te denken, zonder dat er echt veel vrijheid is, zonder dat er ruimte is voor zelf dingen creëren. Dus in plaats van dat we de goede kant op gaan, want er is nog heel veel werk dat gedaan moet worden om überhaupt goed onderwijs te krijgen, gaan we nog meer naar een leerfabriek, nog meer naar een standaardisatiesysteem. En nog exclusiever vooral. Op dit moment hebben we de afgelopen tientallen jaren een redelijk goed systeem gehad in Nederland in verhouding tot andere landen. Dat redelijk veel mensen ook uit lagere klassen kunnen studeren. Maar dat gaat dus nu niet het geval meer zijn. En dat wordt aangemoedigd door de overheid. Ze willen gewoon mensen die simpelweg baantjes opknappen en exclusievere hogere klassen. Nou, wat de studentenbond wil bereiken weet ik niet. Maar wat heel veel studenten die hier staan willen bereiken, is dat de oplossing in ieder geval is geen bezuiniging op onderwijs. Ook niet bezuiniging op andere gedeelten van onderwijs. Ook niet halve bezuiniging op onderwijs. Geen bezuiniging op onderwijs. Als überhaupt iets met onderwijs moet gebeuren, is het investeren in onderwijs. Investeren in de kwaliteit van onderwijs. En het punt is, daar is wel geld voor. De overheid vertelt ons dat er geen geld voor is. Er is wel degelijk geld voor. Ze hebben miljarden om JSF's, straaljagers, aan te schaffen. Ze hebben miljarden over voor wellicht een nieuwe missie in Afghanistan. Vandaag is uitgelegd via WikiLeaks dat Verhagen met Clinton heeft gesproken. En dat Verhagen er al van uitging dat er een nieuwe missie zou komen in Afghanistan. Bovendien betalen nog heel veel bedrijven in Nederland geen of nauwelijks belasting. Bedrijven als Shell, maar ook heel veel andere grote bedrijven, zijn massaal belastingontduikers in Nederland. Als je die normaal belasting zou laten betalen, zoals jij en ik belasting betalen, zou je per jaar meer dan 10 miljard euro binnenhalen. Dat zou de hele bezuinigingen die zogenaamd nodig zijn, al van tafel halen. En bovendien, de vraag is, bezuinigingen, wiens schuld is het dat er zo'n groot gat is in de begrotingen? Waar is dat geld aan besteed? Dat geld is besteed aan banken, niet aan mensen. Mensen hebben daar niks van teruggezien. En ook de ABN AMRO heeft nu al gezegd, we gaan niks van het geld terugbetalen. We zullen verlies draaien, et cetera. We gaan het geld dus nu terugzien. Volgens mij gaat het beginnen hier. Dat betekent dat de keuze of je gaat bezuinigen op onderwijs of niet, te maken heeft met de sociale keuze. Het is niet simpelweg een noodzaak dat we iets moeten doen. Het is een sociale keuze. Laten we de rijken betalen of laten we studenten, migranten en armen betalen? En daarom is het ook zo belangrijk dat we beseffen, dat studenten beseffen,
dat het een dubbele strijd is. Dat het niet alleen de strijd van studenten is, maar tegelijkertijd de strijd die bijvoorbeeld de stakers van de TNT op dit moment voeren, exact dezelfde strijd is. Zij voeren strijd tegen de privatisatie van hun beroepstak, waar er heel veel mensen ontslagen worden. En dat is in principe hetzelfde proces van neoliberalisering dat we in het onderwijs meemaken op dit moment. En als we die strijden met elkaar kunnen verbinden, dan staan we sterk. Als je gisteren keek in Verenigd Koninkrijk, maar ook de weken daarvoor in Italië en Griekenland, zie je dat studenten met arbeiders de straat op gaan, met scholieren de straat op gaan, ook heel belangrijk. Dat is de volgende generatie die de problemen gaat ondervinden. En daar zijn de protesten echt wel een heel ander niveau dan hier in Nederland. Daar zijn ze bezig met universiteitsopzettingen, massale demonstraties, we zijn echt gewoon de stad proberen plat te leggen. Onder de boodschap, jullie blokkeren onze toekomst, wij blokkeren jullie steden. En dat is waar we hier in Nederland ook naartoe moeten. We moeten universiteiten bezetten, we moeten steden blokkeren, we moeten parlementsgebouwen stilleggen, we moeten het VVD-kantoor blokkeren zodat de VVD beseft dat ze dit niet kunnen doen. De strijd moet echt naar een hoger niveau getild worden. En daarvoor moeten we hier ook binnen de studentendemonstraties vechten. Dat is een moeilijke strijd. Dat is echt nog niet op een niveau als in Engeland. Maar de bezuinigingen die er aankomen zijn van zo'n radicaal niveau dat studenten het zelf zullen gaan voelen. Op dit moment zijn de besturen van verschillende studentenbonden nog gematigd. Maar als je kijkt onder de studenten zelf hier, die zijn helemaal niet tevreden met de gematigde protesten die er zijn. Vandaag zal waarschijnlijk op het podium ook iemand van de VVD staan. Oftewel iemand die deze aanval op het geweten heeft. De reactie daarop zal belangrijk zijn. Hopelijk zullen studenten daar zometeen goed op reageren. Maar we moeten dus echt zorgen dat de studenten zelf macht krijgen. En dat het niet aan de bondsbesturen is wat er gaat gebeuren in Nederland. Dat moeten we zelf gaan beslissen. Ik vrees dat we vandaag niet hetzelfde verzet zullen zien als gisteren en vorige week in Londen. Wat er in Londen gisteren gebeurd was echt massaal verzet. Hele pleinen stilgelegd, heel centraal Londen stilgelegd door studenten die gewoon echt niet pikken dat hun toekomst wordt verneukt. De aanval van de heersende klasse in Londen, in Engeland, is nog veel erger. Daar moeten mensen hun 9000 pond gaan betalen, of 6000, even de cijfers niet goed in mijn hoofd, om te kunnen studeren. Daar wordt het nog veel elitairder. Gisteren hebben ze zeer, zeer goed verzet neergezet. De auto van Prins Charles kon er niet doorheen, is aangevallen met verfbommen. Politieblokkades zijn opgeheven, studenten zijn er doorheen gegaan. Ze hebben gebouwen van het parlement aangevallen. Je kunt debatteren over de tactieken en of dat slim is. Maar in ieder geval hebben ze daar donders goed door wat er staat te gebeuren. Er zijn op dit moment in Engeland volgens mij iets van 10 universiteitsbezettingen gaande. Er wordt een bibliotheek bezet die opengegeven aan het publiek om te laten zien dit is wat we willen. We willen dat onderwijs en ook de bibliotheek open zijn voor de mensen en niet exclusief worden. In Italië zag je hetzelfde vorige week, maar ook de komende weken zal daar nog van alles gebeuren. En het mooie is dat al die verschillende studentengroepen in Italië, Engeland, Griekenland, Nederland beseffen dat ze één strijd voeren. In Griekenland zag je demonstraties met Solidarity with the English Students, with the English Student Uprising. In Engeland zag je tijdens de bezetting een Griekse banner om als bericht terug naar de Grieken van wij steunen nu, we zitten in dezelfde strijd. In Italië zag je dat ze het idee hadden van een blok met boeken, grote schuimrubberen ik weet niet hoe je het noemen, blokken met de namen van boeken erop. Als in dit is ons onderwijs, wij zetten ons onderwijs in als verdediging, jullie mogen ons onderwijs niet verneuken. Je zag gisteren dat in Engeland is gekopieerd en dat hetzelfde idee is uitgevoerd daar. Boeken van Mercuse tot Shakespeare, tot noem maar op. Dat geeft een heel mooi beeld, denk ik ook weer, van hey, dit is ons onderwijs, we zijn niet een stelletje radicale gekken, we komen gewoon op voor ontwikkeling van de jeugd en ontwikkeling van de samenleving. En ik hoop dat we het hier in Nederland ook kunnen gaan vormgeven, maar dat ligt aan iedereen die hier meedoet. Nou ja, vragen van mobilisatie zijn altijd lastig, er is geen één simpele formule voor. Maar wat studenten kunnen doen in actie komen, als ze die strijd inderdaad willen verbinden, is de eerste ook hun ouders uitnodigen voor dit soort protesten. Maar de tweede ook, zodra hun postbode aan het staken is, de TNT-stakers, ondersteun die mensen.
plak een sticker op je deur, praat met je postbode de volgende keer dat je hem ziet. Maak duidelijk dat we eenzelfde strijd voeren. Ga naar hun protesten als zij een protest hebben. En dan zal vice versa hetzelfde ook kunnen gebeuren. Hetzelfde met middelbare scholen. Als je een jonge broertje hebt, een jonge zusje of een nichtje of wat dan ook, probeer die te mobiliseren. Zorg dat zij middelbare scholen gaan mobiliseren. Want er is heel veel woede, ook op middelbare scholen. Alleen het besef heerst daar nog niet echt dat die aanval hun gaat raken. Op dit moment zijn het vooral studenten. En daarbij is het ook aan studenten en daarbij vooral studentenbonden en studentenorganisaties om die verbintenis te leggen. Roep als je een volgende demonstratie organiseert op Facebook of noem maar wat op. Niet alleen op een demonstratie van studenten. Maak een demonstratie van studenten en scholieren. Want scholieren zijn, zoals je net hebben gezegd, de generatie die echt de lul gaat zijn hierbij. Dus proberen te verbinden. Het is moeilijk, maar op dit moment komt het helaas niet van de studentenbonden. Dus wij zullen dat zelf moeten doen. En wij zullen zelf op kleine haartjes van verzet moeten opzetten. En dan pas kan het groeien. Ik vind het eigenlijk heel slecht. Want ze moeten toch weer uitgeven aan onderwijs of niet? Ja. Niet David. Ja, ik vind het eigenlijk heel slecht, want we moeten toch meer uitgeven aan onderwijs. Ik ben zelf ook student en ik ben er absoluut op tegen dat het zo schandalig duur wordt. Aha. Wat vind je de oplossing kan zijn? Halveren. Halveren, dan krijg je betere opgeleide en uiteindelijk kom je dan, krijg je je doel ook. Ja, denk ik ook, zoals het in financiën ook zo, een beetje lager. Ja, is hoe hoger, beter. Toch? Ja, is goed. Is goed, de regering is gek geworden. Ik weet niet. Met z'n allen, 21! Januari! Komen wij naar Den Haag en laten wij zien dat dit niet kan! Niet alleen alle andere scholieren, maar ook alle ouders en alle docenten die wij zo belangrijk vinden om mee te gaan naar Den Haag, naar het Malieveld. Want daar zullen we het ze laten zien. Hier komen ze niet mee weg.